Soms ben ik echt zo ongelooflijk slim. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we donderdag. Deze morgen moet ik niet werken, maar deze middag wel. En deze morgen ga ik wel iets doen voor te werken. Ik moest nog namelijk een aantal flyers rondbrengen. Dat ga ik doen met mijn fiets, maar eerst ontbijten. Ja, maar sorry, nee, ik moet me... Dat mag. Sorry, maar we kunnen dat maar knippen, hè. Kun je het knippen pakken? Absoluut. Dat komt goed. Ja, sommige bakkers spuiten dan weer met lopend gemak hun bakplaat vol. Net een half uurtje naar de bake-off gekeken en nu is het tijd wel om te vertrekken en te beginnen aan mijn werkje. Ik had eerst nog gedacht om ondertussen Pokémon te spelen, maar mijn Pokémon-bal mogen dat niet doen. We gaan gewoon vooruit gaan en zorgen dat het werk op tijd klaar is. En ondertussen naar mijn luisterboek luisteren. Ik ben terug van mijn ronde en nu ga ik vlogs editen. Net enkele vlogs geëdit en nu ga ik naar mijn kamer om mijn reflexcamera te halen zodat ik de video die ik gisteren heb gefilmd kan bewerken. Net de eerste aflevering van de bike off gekeken, super leuk. Ik heb deze morgen ook al mijn vlogs geüpload. Die ene video heb ik nog niet bewerkt, maar misschien heb ik er nog wel tijd voor. Ik moet namelijk pas bijna een half uurtje werken. Maar ik ga eerst alles in orde doen. Daarvoor, ja. Ja. Soms ben ik echt zo ongelooflijk slim. Ik was nu aan het zoeken naar mijn horloge en ik had hem gewoon aan. Hebben jullie dat ook soms? Please. Hoop het wel. Ik heb dat echt al verschillende keren gedaan dat ik echt op zoek was naar mijn... Maar meestal had ik het redelijk vlug door, maar nu had ik het eigenlijk echt niet door. En ik dacht, nu zit je toch niet aan? Toch wel. Hey, ik ga nu vlug gaan werken, want ja. Na mijn werk ga ik misschien nog doorrijden naar de Aldi, maar ik ben daar nog niet zeker. Dus ik neem jullie voor de zekerheid gewoon even mee. Net hard gewerkt hier in de Palingbeek. Ook iets langer dan gedacht. Nu moet ik nog een klein dingetje doen thuis vanmorgen. Oeh, het is er een hond. Niet bang voor de hond, want dat betekent dat er mensen waren. Soms is het nogal kort om te volgen in het openbaar. Dat deugt in om thuis te zijn. Morgen wordt het trouwens een leuke, maar ook een zeer drukke dag. Morgen hebben wij namelijk onze Redsen Teamdag. En dat betekent dat we gewoon heel tijd hierna weer. Allee, heel tijd druk in de weer gaan zijn. We gaan... met elektrische fiets naar verschillende locaties. Naar een bioboer, een biologisch restaurantje, een stiltepad. Vegan ijs gaan eten. We gaan een quiz doen. We gaan een soort speed eten doen. Het wordt echt heel erg leuk. Maar zo'n dag is natuurlijk ook wel heel druk omdat er van alles moet gebeuren. Daarom kom ik morgen om 7:45 werken in plaats van het gebruikelijke 9:00. Om een heel aantal dingen klaar te zetten, om koffie te maken, thee te voorzien, iedereen te onthalen, zo van die dingen. En s'avonds ga ik waarschijnlijk ook weer gewoon niet klaar zijn om 5:30. Maar... Het wordt wel heel leuk. Ik ga jullie niet kunnen meenemen in de dag. Omdat het wel heel raar zou zijn. Aangezien ik werk voor de Palingbeek. En het zou wel raar zijn om die hele dag te vloggen dan. Ja. Met heel veel mensen die het concept vloggen toch niet echt kennen.
En dat hoort ook niet. Nu ga ik naar huis rijden. En ja, een paar dingen thuis doen. Misschien een kleine yoga workout. Maar dat zullen we nog zien. Sowieso nog een route uitstippelen voor morgen. En ik ga misschien in bad gaan. Ik ben nog niet zeker. Het hangt er een beetje vanaf. Oké, we gaan naar huis. Doedels. Tot straks. Hey, net gedoucht. En ik ga hier ergens een foto in beeld zetten. Zo. Van een maskertje die ik net heb gedragen. Namelijk het Fried Out Replenishing Hairsheet Mask. Dat was de eerste keer dat ik een hairsheet mask gedaan heb. Dit is voor frizzing damaged hair. Echt mijn type haar eigenlijk. Hij komt uit de Primark. Dat is zo'n mutje en daar zat dan een soort conditioner in. Ik zal nog even moeten leren morgenochtend hoe het heeft gewerkt. Wel kan ik je alvast vertellen dat de sticker echt heel slecht blijft plakken. Gelukkig was het mutje niet veel te groot voor mijn hoofd, dus alles bleef mooi zitten. Maar dus niet dankzij de plakker. Nu ben ik aan het luisteren naar Liefde voor Muziek. Ik wil eventjes ook zeggen dat ik echt een heerlijk badje heb gepakt. Echt een heerlijk badje. Echt heel tof. Ik heb in mijn badje naar Liefde voor Muziek gekeken. En naar Thuis. En een klein beetje naar Iedereen Beroemd. En nu ga ik Liefde voor Muziek uitkijken. En dan ga ik kijken. Dan ga ik verder lezen in mijn boek. Sowieso plant ik hier naar haar eens een fragmentje in een van de volgende dagen over hoe ik het sheetmask de dag erop vond. En dan zie ik jullie straks terug achter het kijken van mijn programma. Ik heb deze body lotion opgesmeerd. Dit is de Sleepy Body Lotion met oatmeal en lavendel. Net het boek afgewezen gelezen en ik denk dat ik nu ga slapen, want ja, morgen wordt het een drukke dag. Dus bedankt voor het kijken, vergeet je niet te abonneren hieronder en dan zie ik jullie morgen weer. Allee, in de volgende vlog weer. Doedels!